Welkom in Content Veen. De dag begon als iedere andere dag. Echter voelde ik dat er wat mis was. Ik rende zo snel als ik kon naar de poort om te kijken wat er aan de hand was. Een vreemdeling bevond zich aan de andere zijde van de poort. En het was niemand minder dan de grote, machtige Po. Van Teletubbies. Hij is een kijker van mijn kanaal en doet vandaag mee in mijn survival. En hij vindt het heel leuk. Oh ja, like even. Bij elke 100 likes nodig ik 1 iemand uit voor de volgende Content Veen video. Nou, welkom Julian in mijn survival basis. Je kent het van de video's, je bent groot fan. Je hebt alles gezien, heb je net verteld toch? Ja, klopt, ja. Nee, je hebt niet alles gezien, zeg je. Maar je hebt wel veel gezien, of genoeg in principe. Ja, genoeg. De laatste afleveringen. De laatste aflevering. Kijk, dat is alles wat belangrijk is. Jullie kennen natuurlijk Julian allemaal als zijn legendarische Po-acties in de Minecraft. 200 kijkers voor één blokje. En hij is ook de winnaar van de Focus Drink Event video. En jij hebt een keer een map voor mij gemaakt. Ja, klopt, ja. Oh, dat was een hele mooie map. Dat was echt een leuke map. Ja, ja. Nou, welkom in mijn basis. In principe mag je zelf rondlopen. Ik loop achter je aan. Ja. Ik wil je ook wel een rondleiding geven, maar je hoort alles te kennen. Dat is zeg maar het hele ding. Jij als kijker zijnde. Huis van Rine en Vloer. Ja, je woont René en Vloer. Althans, vooral Vloer of Floor gewoon. Ja, maar kom, dit is allemaal niet zo interessant, hè, dit. We moeten naar het meest grootste daar, het kasteel. En ik wil jou een paar dingetjes laten doen. Ik struggle namelijk zo meteen daar aan het begin. Dan wil ik dat je me even helpt. En er is hier een kar verbrand. En dan ga ik jou wel de taak zo meteen geven om deze kar te repareren. Om Floor een beetje te helpen en mij te helpen in deze duistere tijden. Dat jij die kar daar voor me kan repareren. En dan hier, welkom in het kasteel. Hier is overigens ook dingen afgebrand. Heel verdrietig allemaal. De bliksem heeft ons goed geraakt. In harde tijden leven we. Ja. Deze zou je toch weghalen? Ja, ik moet hem nog steeds weghalen. Dat mag jij ook doen. Ik ga gewoon een paar dingetjes... Ik ga jou een paar taken geven. Dan ga ik heel eventjes weg. Ga ik even de boodschappen doen of zo, weet ik van wat ik ga doen. En dan ga ik jou een paar taken geven. Dat is dit hier moet gerepareerd worden. De kar daar moet gerepareerd worden. En je mag nog iets doen, maar dat moet ik nog even bedenken. Oké. Wat wil je heel graag zien? Is er iets wat je heel graag voor je gevoel wilt zien? Gewoon heel even het kasteel in kijken. Ja, loop maar, doe maar even een rondje. Weet je wat hier? Omdat je hier welkom bent voor vandaag, mag je dit setje pakken. Om jezelf even te beschermen. Aan het einde van de dag moet je wel weer terugleggen. Ja. Maar voor vandaag is dat jouw setje armor. Kijk, dan ben je een beetje beschermd. Ik ga je ook wat dingen geven. Al wat tools, dat je even overweg kan en zo. Hier heb je een mooi zwaard. Je hebt een diamond hoe. Ik weet niet of je er iets mee wilt. Ik heb geen diamonds meer. Dus hier heb je pickaxe en een axe. Kijk, dit krijg je van me. Hoppa. Zo. Dan eten heb ik heel veel meloentjes voor je. Hier mag je allemaal op meloentjes leven. Even wat nog meer dingen voor je bij elkaar rapen. Krijgt hier een verbetering. Hé, waar ben je nou? verbetering en pickaxe. Okay. Je krijgt een bed dat je gewoon lekker altijd kan slapen wanneer nodig. Helemaal top. Heb je nog iets nodig voor je gevoel? We denken hoor. Nee, ik denk het niet. Nee? Ik denk dat ik gewoon goed zit. Je zit goed. Oké, dan ga ik je gelijk aan het werk zetten. De eerste taak is slapen, want het wordt nacht. Dan de volgende. Er zijn een paar dingen ook. Ik heb geen diamonds meer. En kijk, nu heb ik eindelijk gewoon een soort van een slaaf als burger hier voor mij. Die aan de slag kan. Dus er moeten een paar dingen gedaan worden. Ik heb namelijk ook wat emeralds. Nou, daar kan ik trouwens met mijn villages regelen en zo. Ja. Maar zie, die poort moet veranderd worden. Er moet daar de kar moet gerepareerd worden. En ik heb diamonds nodig. Dus ik ga jou, als jij mij hier volgt, gaan we hier naar beneden springen. Die val overleef je al. Ga ik jou gewoon, als je wilt, een paar taken geven. Dan ga ik ook wat dingen doen. En dan daarna meeten wij elkaar weer. En dan ga ik gewoon controleren of jij alles wel goed gedaan hebt. En anders dan ga ik een galg maken en dan hangen we je op, oké? Oké, prima. Prima. Oké, hier heb je allemaal blokken die je kan gebruiken voor jouw meerdere bouwdingen. Wol en zo, dat kan je gewoon allemaal in mijn kasteel vinden. Dus er is genoeg voor jou om te gebruiken. Weet je wat je moet doen? Ja, ik ga eerst even diamonds hakken, denk ik. Oké, diamonds hakken, dat is prima. Dan mag je je winst, dan mag je 10% winst van alles wat je hebt gehakt. Ja, dat is mooi. Ja, dat is mooi. je kan, de poort moet gerepareerd worden, want die vind ik mooi. Ja. En dan mag jij hem naar keuze doen. Liefst dan natuurlijk met dark oak. Maar doe maar gewoon zoals jij denkt, die poort is mooi zo. En de kar. En dan ook nog een. En dat is, je mag een verrassing achterlaten. Wat jij wilt, een verrassing. Zolang het maar niet te ingrijpend is voor mijn beestje. Nee, oké, niet een heel kasteel hier. Nee, niet ineens een grote toren of weet ik veel wat, maar gewoon een verrassing. Ja. Oké? Ja. Dan ga ik nu mijn klusjes doen, dan ga jij jouw klusjes doen. Ja. Dan moet ik, waar moet ik de diamonds halen? Gewoon in de mine? Oh ja, ik heb een prachtige mine. Ja. Oh, dat heb ik. Kijk, je bent kijken. Je weet waar dat zit. Jij hebt dat gezien. Ja, goed zo. Oké, dan gaan we daar afscheid nemen. En dan zien we. Bespreken wij elkaar straks. Hier, kijk. Ik zet een karretje voor je klaar. Ik zou zeggen, ga erin. Ik geef je een setje. En ik hoop dat ik je straks weer zie. Joejoe. Oké, jongens. Hij heeft steen gehakt.
Yield te max, lekker. Ik vind het wel leuk dat er een kijker even aanwezig is die allemaal dingen gaat doen. Oké, terwijl hij dan die taken voor mij uitvoert, dan krijgt hij natuurlijk gewoon lekker een prijsje voor. En die 10% van de items die hak mag hij houden. Dan ga ik even hier, jongens. Wat ik er vorige aflevering mee aan was begonnen, was al die details hier. Zomaar, ik ben er niet heel tevreden mee. Die lantaarnpaal staat niet helemaal lekker hier. Het is het net niet. Dus laten wij even alle blokken weer bij elkaar rapen. Deze even weghalen en verplaatsen op zijn minst. Want ik vind het design wel heel leuk. Maar het is het allemaal net niet, weet je. Overigens moet ik ook even mijn Justinjager, Rick Rufter, Emmy Elytra en mijn brandbreker moet gerepareerd worden. Oeh, en dat is net wat belangrijker dan hier aan beginnen, jongens. Wat ik wel ga doen is dit even. Heb ik Silk Touch hier? Of moet je Silk Touch hebben voor dit? Kan ik dat niet beter gewoon met mijn ex hakken? Gaat het dan, werkt het ook niet? Als ik dit met mijn ex, ik denk het niet, hè. Oh, daar heb ik Silk Touch voor nodig. Wat vreselijk. Nou, Floor, laten we eerst even al jouw bouwitems gewoon in je huis zetten. Is dat een beetje allemaal aan de weg, Floor? Maakt niet uit. Het kan gebeuren dat het in de weg staat. Maar ik vind het wel heel vervelend. Hier, zo. Nou, alleen die moeten we dan even weghakken. Maar laten we eerst mijn tools even repareren, want dat is wel hard nodig, jongens. En mijn emeralds zijn op, dus ik kan niet echt meer XP-bottles kopen. Maar, jongens, wij hebben een hele goede deal met Berend. Berend blijft maar gewoon mijn grootste mattie. Berend, die houdt namelijk heel erg van boeken. Het zou nou toevallig zijn dat ik heel veel boeken heb. Ah, oh, wat een toeval. Wat een toevalwereld dat wij ook gewoon in leven. Hier, dan vliegen wij op deze manier zo naar Berend toe. Hallo, lieve schat. Berend. Kijk, hij houdt zijn boekje al in zijn handen. Hij heeft er alweer zin in. Hij heeft er alweer zin in. Hier, kijk. Dan kunnen wij zo... Poppa! Oh, dan krijg je trouwens ook XP uit. Misschien dat ik dan als eerst mijn Elytra even repareer. Ja, zo. Oh, die is zo halverwege. Berend, wil je niet nog meer met me dealen? Is dit serieus alles? Is dit alles? Trouwens, ik kan nu mijn boeken gewoon opmaken door hiervan. Van emeralds gaan we gelijk weer XP-bottles kopen. Dan krijgen we weer XP van. En dan kunnen we die Elytra repareren. Maar die schep moet ook echt, de Justinjager. Oh. Ik ben benieuwd hoe Yulte Max het op het moment doet. Is hij lekker een beetje gewoon aan het minen? Heeft hij al diamonds gevonden? Oké, kijk hè. Mijn Elytra is nu zo. 1 XP-bottle maakt hem al zo. 2 al zo. 3 al bijna klaar. Hey, Monster Hunter. Hij is met monsters aan het vechten. Oké, mijn Elytra is er helemaal gerepareerd. Dan is het tijd om de Justinjager te repareren. Zo, dat is de eerste streepje. Dan doen wij even... Oeh, moet ik weer naar Berend toe. Dat wordt wel heen en weer de hele tijd. Berend, ik heb weer prachtige deals voor jou. Ik heb nog meer boekjes. Wil je die van me hebben? Natuurlijk wil je die van me hebben, hè. Dan gaan we van die boekjes, of van die emeralds, gaan we weer prachtige enchantment bottles halen. Ja, ja, en daar gaan we... Hoppakee, die spammen we weer op de grond. Oh, wat chill. Dit is alweer 400 durability. Nu gaan we dit even een tijdje doen tot alles zoveel mogelijk gerepareerd is. Hij heeft nu al diamonds! Dat meen je! Huh? Hoe dan? What the fuck? Jongens, allemaal even respect in mijn comments. In de reactie... Oh, het was er maar één. Laat maar. Geen respect. Laat maar. Schrijf maar gewoon rust. En dan streepje of puntje, puntje, puntje. Laat maar. Schrijf dat maar in de reacties. Toon half respect. En nu je toch even bezig bent met reageren. Like gelijk even de video. Want Berend wil hier heel graag 3000 likes op deze video. Want bij 3000 likes krijgt Berend zijn eigen huisje. En mag hij eindelijk weg uit het kasteel. En kan hij op zichzelf. Alright, we zijn klaar. Althans, klaar. Ik vind dit wel goed genoeg. Het kost best wel veel tijd. En het is best wel saai om te doen. Maar zoals dit, het is weer 700, 900 en 700 durability. En het is het unbreaking 3 op. Dus je kan ik wel weer echt een paar duizend blokken mee hakken voordat ze weer stuk zijn. Hier moeten we ook echt iets aan gaan doen. Dat het hier is afgebrand. Maar laten we eerst even richting het pad gaan en daar kijken of we gewoon alles weer een beetje mooier kunnen maken. Oké, laten we dit even allemaal weghalen, want hier was ik gewoon echt niet tevreden mee. En de bomen ook zo. Oké, dan gaan we even opnieuw aan de slag. Gaan we even opnieuw evalueren wat ik nou van plan ben hier. Ik denk sowieso wel hier een beetje bosjes. Dat is denk ik leuk als je op die manier binnenkomt. Maar misschien wat, nog wat netter dan dit. En niet zo standaard op de grond. Kijk, meer zoals dit, weet je. Dat het gewoon net even wat, ja, georganiseerder is. En dan wat hout erbij, misschien zo, om het leuk te houden. Hier kan misschien al een pad naar links zo, toch? Ik denk dat dat wel leuk is, omdat dat misschien dan bij dit tuintje hoort hiervan. Ja, dat kan wel leuk zijn. Dat we het hier ook een beetje hoger houden, zoals dit. Ja, dat doet me een beetje denken aan de basis van me in Content Veen 1.0, jongens. Zodat ik ook een beetje zo'n soort verhoging. Nu heb ik ook een schaar bij me, dus kan ik al deze meuk een keertje weghalen. En dan hier gelijk omhoog zo. Oeh, ja. Ja, jongens, dat kan nog... Oh, dat kan nog wel eens wat worden. Heel steenachtig, maar dat maakt het juist. Dat maakt het echt top, gewoon. Dat het zo steenachtig is. Het gaat het heel stadachtig maken. Nou, hier hetzelfde. Hier moet ook weer stenen zo komen. Oh, die vervelende bomen overal telkens als ik aan het bouwen ben. Daar word je toch helemaal gek van, jongens. Dit gaat voor Julian zometeen echt een verwarring zijn. Dan komt hij straks boven. Is alles ineens anders hier. Helemaal verbouwd. Compleet anders. Zo, oké. Nou, dit ziet er al leuk uit, moet ik zeggen. Hoppa. Oké, ja, wat een verandering vergeleken met hoe het net was.
Nederlands. En met die bomen hier en zo, dan vind ik dit nu al veel leuker. Veel stadsachtiger. Dan kan ik hier leuke kraampjes neerzetten. Of misschien van die opgestapelde hooibalen en kratten en weet ik wat allemaal. En dan dit pad gaat uiteindelijk helemaal nog doorgetrokken worden. Ja, misschien dat ik deze palen vervang voor dit. Ik denk dat dat wel leuk is, hè? Of is dat te gek? Het geeft wel verandering. Misschien deze dan ook voor het idee zo. Of is dat al helemaal niet kloppend voor mijn gevoel? Ja, het maakt het wel even iets minder chaotisch, denk ik, als ik dit zou doen. Ik denk dat het me iets meer rust... Na rust juist ook dat er andere soort blokken gebruikt worden. En dan mooie slabs of stairs ertussen zo. En dan hier leuk, van die leaves erop. Oeh, in plaats van hekjes gewoon leaves. Ja, kijk. Oh, dat is een goede keuze, hé, om daar een leaves op te doen. En dan kan ik eronder gewoon hetzelfde patroontje als op de muur doen daar. En dat is gewoon heel simpel, de combinatie van steen en cobblestone. Kijk, jongens, dat ben ik ook weer goed bezig, hè. En dan de vloer. Nog even netjes aan laten sluiten hier. Zo, oké. Echter twijfel ik nog steeds over die ander soort blokken. Over deze, dat ik hier niet beter wel gewoon stone bricks kan gebruiken. Dat er misschien toch iets bij past. Ik houd voor nu nog wel even deze. Alleen, er moet er wel iets veranderen nog. Misschien wat vensters, dat er toch wel wat hout in verwerkt wordt. Ja. En op het bovenste randje ook nog trapdoors. Oké, leuk. Dat je zeg maar die blokken insluit. Ja, oké. Kijk, nu is het al iets meer compleet. Nu heeft het al iets meer detail. En ziet het er gewoon iets leuker uit. Nu moeten er natuurlijk nog gewoon dingen voor geplaatst worden. Zoals wat ik net vertelde. Hooibalen, meloenen en bla 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 bla. Maar dit is wel heel leuk, jongens. Hey, daar is je. Daar heb je Julian. Hallo. Ik ben wedergekeerd. Je bent wedergekeerd. Vertel eens, wat heb je verdiend? Wat heb jij bij elkaar kunnen rapen? Waar is je armor? Wat is gebeurd? Alsjeblieft. Een zaadje. Ja. Zijn er heftige dingen gebeurd? Of? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar, oh nee. Maar ik ben niet met niks teruggekomen. Oh, kijk. Kijk, wacht. Die? Met wat ijzer, een enderpearl. Heel veel dit. Heel veel. Oké, wacht even. Ik heb alles is te vol. Wacht. Okay. Ik heb hier een kist voor jou. En daar kan je alles in doen wat jij verdiend hebt. Ik weet niet hoeveel ijzer het was. Ja, weet ik ook niet meer. Nou, hier zo. Ik ben benieuwd. Wat heb je allemaal verdiend? Oh, 16 diamonds? Ja, 16 diamonds. Oké, laten we hier even eerlijk over gaan verdelen. Ik ben koning, jij bent gewoon werknemer, weet je. Dus. 1,6 diamond graag voor mij. Oké, wacht. We gaan even eerlijk verdelen. Jij krijgt 1 ijzer, 1 rauw goud, 5 amethyst shards, 1 van het blokje, de golden apples van mij. Je krijgt 5 lapis lazuli en 1 diamond. 1,6 diamond. Nou, dat heb jij verdiend vandaag. Hoe voelt het? Yeah. Ja, goed. Ik ben hier ook bezig met verbouwing al en ook druk en zo. Maar, je hebt natuurlijk nog een paar andere taken. Heb je die al uitgevoerd? Nee, ik ben net terug. Oh, je bent net terug. En dit is gewoon, dit kom je gelijk even brengen en laten zien. Ik kwam omhoog bij de mine. Ik zie ineens een draak, een skelet. Ja, dus, en dan ben je daar omhoog gekomen, zeker? Ja, klopt. Dan ben je bij de jungle omhoog gekomen. Ja, dus ik heb een behoorlijk avontuur beleefd. Ah, ja, leuk. Hey, ik zou zeggen, succes met je andere taken, want de tijd dringt, hè. Neem je prijs mee, of zou ik zeggen, dit is van jou, dit heb je verdiend. Yes. Dit heb ik verdiend. Oké, dan moet ik aan de slag. Ja, dat wordt gelijk aan de slag. Je weet waar de blokken zijn nu hier te vinden trouwens, die heb ik verplaatst. Oké. Dus die kan je hier lenen en pakken tot in hoeverre jij het nodig hebt. Waar, hier? Ja, kijk, hier in de grond, deze. Hier. Deze kan je helemaal gebruiken. Ja, is goed. Oké, succes. Ja. Joejoe. Wat een goede gast is Julian ook, hè. Daar gaat hij, meneer Po. De Po van ons. Gaan wij dit even snel afmaken, zo. Hoppa. Laten wij hier onze prachtige trapdoors. Zelfs aan de andere kant. Hij loopt met een diamond op zijn hoofd. Vervelende bomenconsistent, jongen. Oh, ik ben toch helemaal gek van. Nou, dan is dit stukje ook compleet. Ik ben er wel blij mee. Ik ben heel blij met de keuze die hier gemaakt is om dit te doen zo. Dan kan Flora, ze wil hier de voortuin van maken van het huisje. Want dit is niet haar huisje, dit is gewoon het poorthuis natuurlijk. Ik wil wel natuurlijk nog die lantaarnpaal ergens plaatsen. Dat design, dat wil ik niet opgeven zomaar. Misschien toch hier. Even kijken of dat leuk gaat zijn. Wat is hij aan het maken? Wat ben je aan het maken, Julian? Wat ben je allemaal aan het doen met mijn spullen? Ja, ik heb hem toestemming gegeven, jongens, dat weten jullie. Oh, dit is misschien wel een beetje een lage plek om dit te doen. Nu hangt hij basically tegen de dingen aan. Hij moet iets hoger, eentje hoger. Dit is wel leuk hoor, jongens, dat je het zo hebt. Oh, Julian wil slapen. Als ik dat nou ook hier aan deze kant doe. Maar ik zie wel dat het niet alleen een cobblestone moet zijn. Hier moet wel een mengseltje van alle... Oh nee, daar valt die anvil natuurlijk. Moet een mengseltje van allebei zijn. Zo. En dan hier, hetzelfde riedeltje. Nou, dit ziet er wel leuk uit. Dit voegt serieus veel toe, jongens. Dat je zo aankomt lopen en dan die dingen zitten natuurlijk dicht op de muur. Maar bij deze maakt het niet uit dat ze dicht op de muur zitten. Hier wil ik eigenlijk nog een perfect mooie boom creëren. Moet eigenlijk even dit weg. Moet even verplaatsen. Hier, ik plaats hier even alle winst die ik helemaal zelf gemined heb.
Dan wil ik hier een soort ophogingje. Niet heel groot, maar wel een beetje. Zoals dit, denk ik. Met daaromheen alle soorten slabs. En daarop dan een flowering azalea. Zo. Die we natuurlijk laten groeien. Hopelijk dat die mooi groeit. Ja, had een stukje mooier gekund. Maar we gaan natuurlijk nog zo doen. En zo. Boomiel eromheen. Zo. Hoppa. Dan wil ik wat sterren tegenaan plaatsen. Om er toch nog een beetje diepte in te verstoppen. Zo. Alle buttons moeten hier nog geplaatst worden. Wat een gedoe, hè? Al die buttons plaatsen. Al die kijkjes die op de grond liggen. Stairs in de vloer natuurlijk. Beetje hetzelfde design aanhouden als het pad wat we hier gebruikt hebben beneden. Zo, oké. Nou, dit ziet er wel leuk uit, hè? Wat kratjes plaatsen voor de lol. Het eigenlijk met ander soort blok, want ik denk dat het een beetje veel van dit soort trapdoors worden als ik het gewoon hierbij laat, weet je? Maar we kunnen het altijd proberen. We kunnen het gewoon proberen door dit te doen. Misschien dat het er wel gewoon... Ja, omdat het ook in de muren zit, weet ik het niet. Oeh. Trouwens, die flowering dinges, die wil ik ook hier plaatsen. Hoe doe je dat? Hoe plaats je dat? Waar moet die op geplaatst worden? Op mos? Zo'n spoorblossom bedoel ik? Ah, laat maar weten in de reacties, jongens. Waar moet ik deze op plaatsen? Want ik dacht dat dat gewoon op het plafond kon. Zoals dit. Maar, oh, laat maar. Ik heb hem al. Daar dus blijkbaar. Dit moet ook allemaal nog uit de vloer, hoor. En laat even weten in de reacties. Wat voor details zou ik hier allemaal op plaatsen? Ik kan dit soort dingen doen, maar deze vind ik niet echt heel... Omdat al het... Ja, het zit al in de muren en zo. Maar wat voor extra details kan ik hier allemaal nog plaatsen? Er zijn nog zoveel leuke dingen. Ik denk dat ik hier ook een custom boom wil bouwen in plaats van zo'n boom. Ik denk dat ik dit net niet vind. Maar misschien hebben jullie met z'n allen nog wel heel veel ideeën die ik uit kan voeren, weet je? Kijk, misschien is dit trouwens wel leuk. Dat de boom van wel donker hout wordt gebruikt, weet je? Misschien is dat wel een leuk iets. In plaats van het lichte hout wat er normaal in zit. Dat ik nu de donkere hout ervoor gebruik. Ja, dat maakt het al echt voor een of andere reden een stuk beter. Laat maar even weten wat voor leuke details, jongens. Van hooibalen tot kisten tot andere meuk. Maar voor nu gaan we heel even wachten op Julian. En dan gaat hij daarna aan ons laten zien wat hij allemaal gedaan heeft vandaag. Tot zo! Is hij klaar? Of moet ik weg? Ik ben nog niet klaar. Oh, hij is nog niet klaar. Oké, dan ren ik snel weg. Neem je tijd. A few moments later. Hallo. 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 Je bent klaar? Ja. Ja, ik had een paarden nodig, maar... Die heb ik niet. Dat is het enige. Ah, je hebt hem gewoon helemaal aangepast. Je hebt gewoon een heel ander soort karretje gemaakt ervan. Ja, klopt. Ah, je hebt de hele wol wat erop zat er zo weggehaald en gewoon een... Hoe noem je het? Zo'n trekwagen. Zo'n trekwagen heb je ervan gemaakt. Nee, leuk. Dit vind ik leuk. Leuke trekwagen. Ja, de poort was niet mijn beste, maar... Nee, ik ben wel heel benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Af en toe even gespiekt, maar ik kon het nog niet echt goed zien. Maar we gaan nu kijken. Oh, wow. Huh? Hij is echt heel anders dan ik had verwacht. Ja. Wow. Ah. Oh, maar deze. Je hebt ook echt iron bars en zo gebruikt ervoor. Oh, dit is wel chill. Ja. Dat je er gewoon doorheen kan rennen nu. Nice. Dat is wel verwennen. Ik moet wel verwennen. En de kijkers mogen in de reacties natuurlijk achterlaten wat ze van de poort vinden. We hebben nu 3 soorten poorten gehad. Ik denk dat hij in de toekomst... Ik ga hem nu wel even een tijdje zo houden, hoor. Maar 100% dat hij in de toekomst wil ik hem gewoon open hebben. Weet je, dat ik er gewoon doorheen kan rennen. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik vind het een hele leuke poort. Ja, dat is het enige wat je gedaan hebt vandaag, hè? En gemined. En diamonds. En diamonds gemined. Ja, jij bent een rijke man geworden vandaag. In ieder geval rijker dan dat je was toen je joinde. Nou, ik ben er blij mee. Je hebt leuke dingen gedaan. Hé, maar voor nu. Vond ik het leuk dat je er was. Maar nu moet je wel helaas uit mijn stad sturen. Want het is mooi geweest met jou vandaag. Je hebt je geld verdiend. En nu is het tijd om gewoon weer verbannen te worden uit mijn stad. Je bent vast ooit alweer een keertje welkom. Ja, oké. Maar we gaan eerst met een goed vaarwel gaan we afscheid van je nemen. Door je gewoon weg te laten lopen. Kijk, je bent hier een beetje in het moderne gedeelte. Zie, alles is hier van steen. Ja, klopt, ja. Dus dat wordt uiteindelijk daar ook helemaal zo. Dat is mijn planning in ieder geval. Nou, heb je niet nog blokken van me die je terug moet geven? Ik heb... Mijn setje. Dat is goed. Wat heb je nog meer? Ja, mijn diamond die mag je houden, hoor. Die mag je houden, deze keer en zo. Ja, die mag je houden. Dan kan je nog misschien overleven in de toekomst. Ja, klopt. In het wild daar. Nou, succes in het wild. Leuk je gehad te hebben hier. En wil je nog wat zeggen voordat je gaat? Doei. Tot een andere keer. Oké, tot ziens. Doei. Joejoe. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden, jongens. Het is een heel ander soort content van een video dan normaal, maar dat vind ik juist wel leuk. Julian is weer verbannen uit het koninkrijk. Willen jullie hem dan terug hebben. Like dan even deze video, want bij 5000 likes komt Julian terug met een vriend van hem uit het wild, helemaal verwilderd met een baard en zo, en dan mogen ze weer wat leuks doen als ze willen. Kijk zeker ook even deze video, want deze video is ook een leuke content van je video, en hier heb ik de muren gebouwd. Het is toch best wel een bijzondere video. Nu spreek ik laat glasje wel tot wie blijft van hem.